Living In is een nieuw appartementencomplex in Nijmegen. Het concept van Living In is dat starters en senioren samen in het complex wonen en er voor elkaar zijn waar dit nodig is. Minister van Volksgezondheid Fleur Agema kwam vanochtend op werkbezoek bij dit bijzondere nieuwe concept. Living In is het nieuwe appartementencomplex in Nijmegen met een wel heel opmerkelijk concept. In het complex wonen starters en senioren namelijk samen met het idee dat jongvolwassenen en senioren voor elkaar klaarstaan en betrokken zijn met elkaar. Minister van Volksgezondheid Fleur Agema kwam langs om het concept te bewonderen. Een complex als Living In biedt woonruimte voor senioren, ouderen die al dan niet zorg nodig hebben in combinatie met starters. En het mooie daarvan is dat het een gemeenschap is, dus zowel jongeren als ouderen. Allemaal uit de regio Nijmegen of Nijmegen zelf. En daardoor ontstaat een gemeenschap dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Waardoor het heel prettig is om hier te wonen, midden in een nieuwe wijk Hof van Holland in de Waalsprong. Ik vind het super leuk om hier te wonen. Ik denk vooral de ervaring dat het contact met de ouderen ook heel wederkerig is. Mensen vragen vaak aan mij, hoe is het om dan mantelzorger te zijn in dit concept? Maar zo voel ik me helemaal niet. Dat ik met de ouderen, dat zijn mijn vrienden geworden. Dus het is heel wederkerig contact. Het is niet dat je een vrijwilliger bent voor die ouderen, maar je bent ook heel erg met hen bezig en met elkaar bezig. En op die manier heb je veel sociale contacten, draagt bij aan je eigen mentale welzijn. En dat vind ik heel belangrijk om te hebben in een woning. De mensen die hier zijn zoeken allemaal verbinding, hè? En daar gaat het mij ook om. Hè? Dus dat mensen, ouderen en jongeren, met elkaar samen hun ding doen. Hè? En dat is voor mij tenminste reden geweest ook om hier te gaan wonen. De bewoners zijn zeer begaan met elkaar en zoeken elkaar ook graag op. Op deze manier ontstaat er een hechte band tussen de starters en senioren en helpen ze elkaar waar ze kunnen helpen. Daardoor verlicht het ook de druk op de thuiszorg. Wij hebben een appgroep van onze afdeling. En in die appgroep kun je elkaar dus via de telefoon bereiken. Dus dan wat wij voor de ouderen doen is vooral dat we naar de activiteiten gaan. Zoals bijvoorbeeld afgelopen maandag was weer de spellenavond. En dan doen we met elkaar spelletjes. Ik heb bijvoorbeeld gejatseerd met wat oudere mensen. Dit is gewoon een fantastische plek om te wonen. Er komt zoveel positieve energie vrij van al dat samen zijn en dat samen dingen doen. Dat wil je gewoon. Na een uitgebreide rondleiding door het gebouw had Fleur Agema een duidelijke en uitgesproken mening en zag ze veel potentie in het Living In concept. Ja, het is fantastisch. Je zal hier maar mogen wonen. Of je nou een jongere bent of senior, samen wat ouder, of je hebt echt zware verplegingen nodig, dan kun je hier met elkaar terecht. En dat we leven met elkaar en er zit zoveel energie hierin. Dit is de toekomst van de ouderenhuisvesting. De community zoals je dat hier ziet. Het is doorontwikkeld en naar een hoger plan gebracht. En dit soort gebouwen moeten we door heel Nederland bouwen. Dit is stabiliteit. Dit is eigenlijk ook het vervolg op wat we vroeger hadden. Vroeger had je een aanleunwoning bij een verzorgingshuis en een verpleeghuis. En er was ook nog een restaurant bij betrokken. Dat hadden we. Nou, die infrastructuur is grotendeels afgebroken. Maar we gaan het nu weer hier terugbrengen. In een nieuwe jas. Een moderne jas die heel waardevol is. Yes.